kijkers, welkom. Het is weer tijd geworden voor een gloednieuwe uitzending van Born to be a Star. We zijn er vandaag wederom bij u in de huiskamer. En vandaag hebben we weer zo'n artiest. Een artiest die razend populair is. Al sinds ik mezelf ken, weet ik dat hij zingt. Nou, we nemen u mee en u ziet dan zelf wie onze artiest, onze gast is voor de uitzending van vandaag in Born to be a Star. Nou, zoals ik het al zei bij mijn aankondiging, hij is een superster en al jaren razend populair in Suriname tot nu toe. Nou, je merkt het is niemand minder dan Umar Waghi te zijn. Umar, welkom in onze uitzending. Dank je wel. Van Born to be a Star, en dat ben jij natuurlijk. Nou, bedankt dat je de tijd en moeite hebt genomen om in onze programma te komen. Ja. Laten we dan gelijk maar met de deur in huis vallen. Umar Waghi te zijn en ieder kent jou als de zanger die al zo lang populair is in Suriname en in Nederland. Maar dan willen we wel een beetje van de Umar van de andere kant kennen, hoe mensen je misschien nog niet kennen. Umar, je bent geboren in Suriname. In Suriname ben ik geboren, ja. En je bent toen vertrokken met je ouders naar Nederland? Ja, dat is heel, heel vroeg. Hoe oud was je toen? Ik was een jongen van 5 jaar. Toen je naar Nederland vertrok? Ja. En dus, mijn vader die bracht ons naar Nederland met al mijn broers. En daarna weer op en neer. Dus het is wel veel keer, weet je, ik zal het niet onthouden meer van. Okay. Nee, maar toen je 5 jaar was, toen je vertrok naar Nederland, toen gingen jullie wel voorgoed. En toen hebben jullie gewoon daar, zijn jullie daar gaan settelen. Ja. Oké, okay, en daarna zijn jullie gewoon met vakantie gekomen en voor de shows optreden en zo. Ja, ja, klopt. Oké, okay. Toen je nou uiteindelijk in Nederland aankwam, als een jongetje van 5 jaar, hoe is het toen voor jou gegaan? Je school, je, met je ouders, met je familie? Ja, toen op, natuurlijk mijn basisschool heb ik daar gedaan. En ja, tot, even kijken, de derde, vierde, MAVO heb ik gedaan. Mm-hmm. En daarna heb ik dat niet meer gedaan, want ik had meer aandacht in muziek sowieso. Uh-huh. Dus door mijn vader te doen, kreeg ik een kans toen ik een jongen van 9 jaar was. En heb ik een nummer daar gezongen met mijn vader samen. Je vader is een, om even daar te stoppen, je vader. Hij is een bekende Bitgana Kowali zanger geweest. Ja. Hij zingt niet meer, hè? Of nog hij, af en toe? Nou, af en toe nog. Maar oké, mensen die hem als meneer Puti kennen. Ja, dus dat zou ik net zeggen. Degene die het misschien niet weten. Meneer Puti Waghi Dusein is de vader van Umar. Ja. Mm-hmm. En dus toen je 9 jaar was, kreeg je de kans. Ik kreeg de kans sowieso van, om te zingen. En, hoe is dat gebeurd? Gewoon op, van de ene op de andere dag? Kijk, dat muziek in je zat, dat is sowieso je vader, je broers, allemaal. Yeah. Dus, maar hoe is het eigenlijk gegaan dat jij echt gewoon ook per se bent gerold? Jullie zijn met hoeveel broers, als ik dat vragen mag? 7 broers. En zusters? En 2 zusters. En 2 zusters. Yeah. En zijn alle 7 broers in muziek, met muziek bezig? Alle 7. Alle 7 alle broers? 7. En je zusters niet? Nee, mijn zusters niet. Die luisteren Die luisteren alleen, ja, ja. Maar niet dat ze zingen? Nee, ze zingen niet. De 7 broers, allemaal in muziek bezig? In muziek bezig, ja. Uh-huh, dus het begon eigenlijk, even kijken, met mijn oudste broer, Rakib. Uh-huh. Hij begon met ook een heel bekende groep, Mastana. Ja. Mastana was ook een heel grote band in Suriname, heel populair. En ja, vandaar waren we zo een beetje gaan rollen. Hè. En zeg maar met Mastana, mijn broer Jalil, Nizam. Mm-hmm. En vooral al mijn neven ook erbij, Shahid Waghi Dusein. Mm-hmm. Ook. En Wim Damri. Dus ja, dus, zeg maar. Wim Damri is ook een neef van jou? Ja. Oké. Okay. Wim Damri is een neef van mijn vaderskant. Van je vader? Vadersbroers, ja. Broers? Zoon, ja. Zoon. Ja, dus dan weten we ook dat Wim Damri ook een familie is. Ja, inderdaad. Hij is mijn vaders zus zoon. Oké, dus niet je vaders broer, maar je vaders zus zoon. Dus je Pua zoon. Mijn Pua zoon. Je Pua zoon. Je Pua zoon. Oké, dus 9 jaar, je vader nam je mee. Waar is het eigenlijk begonnen? Waar ben je eigenlijk gaan zingen met hem?
een kawali band. Een kawali band. Ja, hij had een kawali band vroeger. En daar had ik een nummer gezongen. Wat was je eerste nummer dat je live hebt gezongen ooit? Admi Musafir. Admi Musafir. Is een kawali, ook een kawali? Ja, ja, is ook een kawali. Ja, heel oud nummer. Daarmee ben ik begonnen. Daarmee ben je begonnen. Ja. En dus hoe is het dan verder gaan rollen voor jou? Verder is het gaan rollen dan, ja, zeg maar... ik kreeg niet zoveel kans om te zingen natuurlijk, maar ik was echt gierig natuurlijk vroeger. Wil je echt gaan zingen? Ja, echt gaan zingen, ja. En dus, ja. En toen kwam broer Jalil, naderhand, even kijken, na 2-3 jaren, kwam hij met de band Juniors. Hij startte de band Juniors op, waarvan 5 broers daar in de band waren. Waaronder welke van de broers? Jalil zelf? Ja, Jalil, Nizam. Jijzelf? Jack. Fazil, Aziz, ja. Ja, even kijken, hoe heet hij meer? Die ene broertje van je die ook drumt, toch? Ibrahim. Ja. Ja, dus jullie 5 zijn toen gestart met de juniors. Je was toen 12, 13 jaar. 12, 13 jaar, ja. En ik heb een opname van jou een keer gehoord. Het was op een plaat uitgekomen, op een LP. Ja. Toen je daar in een female voice gezongen had. Female voice, ja. Hamburge Harbat. Ja, Hamburge Harbat, Tum Na Jaane. Ja, leuke nummers van Latta. Ja, heb jij toen gezongen? Ja, toen gezongen met mijn broer Nizam. Duets en zo. Dat klonk echt grappig. En daarna, volgens mij een paar jaar geleden, was er ook een gerucht althans. Ik weet niet of jij het was. Dat jij ook een duet gezongen had met jezelf. Is dat waar? Ja, toch? Dat heb ik dat wel. Is een paar jaar geleden. Ik heb het wel geprobeerd, ja, om het te doen. En ja, het is... Ik vond het gewoon even kicken. Ik dacht, of het nog lukt, ja. Maar toevallig, ja. Lukt niet zo hoog, of wat dan ook, maar... Met mijn baard in mijn keel. Om dus, welke lied was het weer? Ging het weer? Is lang nadenken. Ik zal eigenlijk niet meer weten, maar... ik heb hem wel gehoord. Ik heb hem toen wel gehoord. En het was ook even schrikken van... Het kan nog steeds. En de juniors, toen hebben jullie ook platen uitgebracht? Ja. Toen, de platen waren dan minder. Toen kwamen er cd's allemaal uit. En waaronder echt dat wij, zeg maar, hebben ons echt ontplooid, weet je, in muziek. En dat we echt heel veel hier in Suriname zijn de shows hebben gegeven. Wat was de eerste keer toen jullie naar Suriname kwamen met de juniors? De eerste keer is denk ik 1984. 84? Ja. En toen hadden jullie geleden, waar hadden jullie toen opgetreden? Was er toen al in Nis? Ja. Was toen ook, al in Nis dat jullie toen hebben opgetreden? Al in Nis, ja. En toen hadden jullie al volle bak? Ja. Prachtig. Het waren meer mensen natuurlijk, ja. Ook gezien ook natuurlijk de guldenstijd en zo, weet je wat. Ja. Het zijn er wel mooie tijden geweest. Ja, natuurlijk. Dat was leuke tijden. De juniors is razend populair geweest in Suriname en Nederland. Ja. Jullie zijn op den duur gestopt na hoeveel jaar? Even kijken, even denken hoor. Hoeveel jaar heeft de juniors bestaan? Juniors, even kijken, ik denk 18 of 19 jaar. 18 of 19 jaar. En toen was het opeens van gewoon stoppen? Het was meer dat mijn andere broers ook hun eigen dingen wilden doen, even met andere bandjes en zo. En zodoende... Dachten jullie gewoon even... Gewoon stoppen of even stoppen? Even stoppen eigenlijk. Even stoppen. Dus de fans van juniors hebben nog hoop dat het nog een keer... Uiteraard, zeker. We zijn, als het goed is, in augustus. We hebben een reunie van de juniors. Als het goed is, dan we moeten nog wel even met de bepaalde jongens nog... erover praten van of ze nog zo terugkomen. Want toen de tijd hadden jullie ook de bassist Jeffrey Del Rosen. Jeffrey had en, je, Cyril. Cyril had je. Ja, ja. Klopt. En twee Boblin zanger had je, King Lajo had je. Ja. En Yvie. Ja. Dus jullie allemaal zijn weer van plan augustus bijeen te komen. En gaan de fans van Suriname dan misschien ook kunnen genieten? Nou, ik zal het niet weten, maar ik denk van wel.
Oké, dus we kijken er naar uit. Ja. Ook in Suriname. Dus de fans van Juniors hebben het gehoord. Juniors uit Nederland die is bezig een reunie te plannen. En misschien ook in Suriname. Ja. Nou, na 18 à 19 jaar is het toen gestopt voor Juniors. Je bent toen gewoon gaan freelancen of elders in een vast band gaan zingen? Ja, met twee, drie bandjes nog erbij. Mm-hmm. Ook in, van Nederland. 50-50 onder andere. Tunesti. Mm-hmm. Na Tunesti was het Eagle Musician. Mm-hmm. En dat was de laatste band, Eagle Musician. En toen kreeg ik contact met de manager van Exclusief, mm-hmm. Henk Santu. Ja. En met hem ben ik verder gegaan. En je bent in tussentijd al hoeveel jaar in bij tussentijd, Exclusief? Zijn we al 9 jaar. En jij bent de hoofdzanger van Exclusief? De hoofdzanger, ja. Ja. En het gaat goed met Exclusief? Gaat goed. Ja, heel veel succes geboekt natuurlijk in die korte tijden. Ja. Dus ja, we hopen maar dat het nog... Natuurlijk. Zolang de toffe series uitkomen, net als de laatste series van jullie dat uitgekomen is, dan denk ik wel dat het gaat lukken. Nou, Omar, een beetje ook meer over je jeugd. Hoe was je als een kleine jongen? Je bent, jullie zijn met 7 broers, zeg je? Ja, 7 de hoeveelste ben jij? De derde. De derde? Ja. Oké, jij bent de derde. Dus hoe was het dan als een kleine jongen? Als een kleine jongen, ja. Best wel ondeugend. Dus heb je dan veel straf of pak slaag moeten krijgen van je ouders? Ja, ik had veel. En van je broers? Nou, viel wel mee, maar ik zelf was wel ondeugend. Echt. Ondeugend in die zin van? Gewoon kwaaie dingen uithalen op straat en thuis. Jullie zijn meer opgegroeid in welke deel van Nederland? Amsterdam. Amsterdam. Hartje dus Amsterdam, dan was je ja. echt een kwaaie jongen? Kan je wel zeggen. Ja, dus Omar waar je dus zijn is ook stout geweest als jij en ik. En super ook, want hij komt uit de Bijlmer. Ja, toch? Klopt. Oké. Nou, als je een beetje meer in de details kan gaan van je jeugd, vooral met je broers. Dat is een groot gezin. 7 broers en 2 zusters. 2 zusters, ja. Maar wat, even over je zusters. Wat doen je zusters dan? Ze zijn gewoon... Werkende huis. Zijn hard, ja. En ze hebben echt nooit geprobeerd om ook een beetje te zingen? Een beetje wel, maar toen dachten wij van nee, hou maar liever op. Waarom? Ja, of je kan het of je kan het niet. Oké, dus zij zijn niet als de broers. Dus zal ik maar dat aannemen? Ze zijn niet zo actief als de broers of ze kunnen niet zo goed zingen als de broers? Ze zijn allebei. Allebei. Dan moet je maar geluk hebben, want dat je zusters deze uitzending ook niet zien. Want we zijn binnenkort ook in Nederland via Hit TV met onze uitzendingen. Oh, echt waar? Ja. Zo. Dus dan kunnen de fans, maar vooral dan moet je oppassen ik dat je... Ik moet oppassen, sorry zus. Dat ze maar niet met een bil naar 18 jaar rennen. Nee. Nou Omar, wat is jouw favoriete gerecht? Wat eet jij graag? Nasi bami. Doksa. Mm-hmm. Ja, rijst of met roti, maakt niet uit. Maar meer, ja, meer onze Hindustaanse eten. Ja, meer Hindustaanse eten? Ja. Oké. En je kan ook koken? Ik kan ook zo'n beetje koken, ja. Zo ik heb beetje? Het van mijn broertje geleerd. Van Jack heb ik geleerd. En Jack is een kort, van kort de jongsten? Ja. Je hebt kort geleden leren koken? Ja. Ik, je kon helemaal ik, niet? Nee. En wat was de eerste? Eibakken, die frisproducten ja. natuurlijk. Maar ik heb echt pas leren koken. Pas leren koken, ja. Van Jack. En wat heeft Jack je dan als eerst leren koken? Kip. Was het wel gelukt? Jawel. In één keer? Als zeg het zelf, maar... Het was wel gelukt, jawel. Dus dan weten we dat ook, dat je pas hebt leren koken. Ja. En wat doe je dan normaal in je vrije tijd? Nou, in mijn vrije tijd, ja. Het is eigenlijk echt fulltime muziek dat ik doe. Mm-hmm. En ik ben bezig ook met de opleiding. Mm-hmm. Ik heb mijn school niet afgemaakt, dus ik mm-hmm. moet toch wel wat inhalen natuurlijk. Ja, wat voor opleiding doe je als we vragen? Administratief. Mm-hmm. Dus op dit moment ben je wel fulltime alleen maar met muziek bezig? Ja, met muziek. En plus je opleiding? Plus mijn opleiding, ja. Wat doe je dan allemaal zo? Ook, ik heb pas een kindje gehad. Mm-hmm.
is nu al 8 maanden. Dus ik ben ook met de verzorger en oppas bezig. Oppas bezig. Ja. En het is een meisje van jou? Het is een meisje. Hoe heet ze? Umira. Umira. Umar, Umira. Omdat ze me altijd Umi zeggen. Nou, mensen die mij kennen. En ik zeg van Umira. Nou, dat is wel een leuke naam. Een leuke naam. Oh, ja. Gefeliciteerd dan dat je nog pas geleden vader bent geworden. Dankjewel. En je hebt er dus 1 dochtertje? Ik heb wel nog een dochter. Oké. Ja. En hoe heet zij? Mijn vorige relatie. Ja. 16 jaar, Amanda. Zij is al 16 jaar. Ja. En pas geleden weer. Dus je hebt 2 dochtertjes. Twee schattige dochtertjes. Ja. Nou, Umar, hoe zit het met je muziekcarrière verder? Je bent behalve met exclusief bezig, ben je ook met je eigen producties bezig, dus met je eigen CD's. Met mijn eigen CD's. One Under Candlelight. Zijn allemaal CD's die uitkomen onder, onder Angel Promotion. Ja. Ja, ja, dus over Angel Promotion gesproken, zijn we nog bezig ook met ook eigen geschreven nummers. En, van jou zelf? Ja. Mm-hmm. Dus we gaan er een clip van maken ook. Mm-hmm. Dus laten we zeggen, de opname is al gedaan. De zangopname is al gedaan. Ja. En als we alvast een beetje daarover mogen weten. Ja, het is nou niet, zeg maar, niet nog alles in orde. Mm-hmm. Maar we zijn er nog mee bezig. Mm-hmm. Dus, en wie heeft het geschreven dan, de songs? Komt het zelf van jou? Ja, ik heb ook zelf een beetje geschreven en mijn neef. En die neef. Ja. Oké, dus hoeveel tracks kunnen we verwachten dan? Nou, het zijn toch wel een eigen geschreven nummer, dus ik denk toch wel ongeveer 3 of 4. Gaat dat je eerste zijn, je eerste eigen compositie? Nee, daarvoor heb ik ook op een CD, heb ik ook al een eigen compositie, eigen lyrics en alles geschreven. Over welk lied heb je het? Socha Nata Pele. Socha Nata Pele. Kan je misschien een stukje voor ons zingen? Socha Nata Mene Pele Kabhi Bhi Milega Tujhko Mujhse. Zo, ja. Oké, dus het is eigenlijk een heel oud nummer, yeah. Toch? Een heel oud Bollywood nummer. De melodie heb je gebruikt, maar de tekst in Hawaii. In Hawaii. En dan heb ik ook een ander tekst van gemaakt. Ja, het is gewoon de melodie gebruikt, maar ander tekst. Ander tekst. En over de opkomende serie waarover je het net hebt gehad, over de 3 of 4 die komen. Ja, 3 of 4 tracks, ja. Met Angels Promotion. Klopt. Zijn dat dan ook net zo'n melodie, bestaande melodie en dan de tekst erop? Of is het echt helemaal nieuw? Nieuwe melodie, nieuwe beat, alles? Het is wel onze eigen compositie. Ja, dus helemaal dus anders. Helemaal anders, ja. Ook een heel andere beat. En ja, onze eigen lyrics. Oké, okay, dus we kijken er dan naar uit. Yeah. En de laatste keer was je voor welke organisatie hier? Voor Master Entertainment en SS Promotion. En SS Promotion. Yeah. Oh ja, dat weet ik het alweer. Je bent vaker voor SS Promotion naar Suriname geweest? Dat ook. 5 jaar lang ben ik ook voor hem gekomen. Ja. Ja, hoe waren de shows? Ook echt. Grandioze shows. Heel leuke shows, met SS ook. Mm-hmm. Echt een waardering. Ja, natuurlijk. En daarna heb je ook nog samengewerkt met Master Entertainment. En nu, Angels Promotion is dan dit jaar gewoon dit jaar gestart ook met de eerste eigen... keer. Ja. Eerste keer, hè? Het is ook de eerste keer, ja, van hem. Ja, het is een grote evenement. Ja. Oké. Okay. En dus je gaat het rustig gaan doen. Na deze tour ga je een beetje rustig gaan doen, zeg je. Omar, een vraagje. Ja. Misschien gewoon dat wij willen weten en ook de kijkers, je fans. Okay. Hoe oud ben je? 40. 40 jaar? Ja. Pas geworden of word je vorig binnenkort jaar, 41? Vorig jaar ben ik geworden. Wanneer vorig jaar? 15 juni. 15 juni. Ja. Dus Umar Waghi te zijn wordt straks 41 jaar. Good looking. Dankjewel. Ja, nee, dan weten we het ook, want misschien wil men ook natuurlijk weten van, maar hoe oud is Umar? Ja. Snap je? Nou, Umar, wat doe je natuurlijk nog meer in je vrije tijd? Behalve muziek maken. Ik zwem ook graag. Mm-hmm. Een beetje sporten. En toch wel val ik weer dan op, weer terug natuurlijk met muziek. Muziek? Mm-hmm. Ja. En je vader, die is helemaal gestopt met muziek of is hij nog bezig? Ja, soms op een...
bruiloft of verjaardag, dan doet gaat hij wel even nog zingen. Kawali en zo. Maar nog hij is nu al 83. Hè. Ja. Toffe leeftijd. Zo. En van de broers, wie is de oudste van jullie? Rekiep. Rekiep is de oudste. En hij Dana? Woont hier, hè, in Suriname. Ja, Rekiep is in Suriname. Ja. Ergens op Kommerwijnen, toch? Hansu, ja. Hansu. Kommerwijnen, ja. Ja. En wie volgt dan na hem? Jalil. Mm-hmm. Na Jalil is Aziz. Na Aziz is Nizam. Mm-hmm. En dan Nizam ben ik. Mm-hmm. En daarna Ibrahim. En de laatste is Jack. De laatste is Jack. En ja. Dan heb je die zusters ertussen? De zusters tussen, ja. Ertussen. Behalve Suriname, heb je ook elders opgetreden? Ja, in Spanje mm-hmm. hebben we opgetreden. Italië. Mm-hmm. New York ben ik geweest. En ja, Trinidad waren we wel geweest, maar zonder optreden. Zonder optreden? Ja. Uh-huh. Dus dat zijn de landen waar je intussen tijd al geweest bent. Ja. En heb je je diepte en je hoogtepunten? Wel, even kijken. 10 jaar terug, toen ik echt meer succes had uh-huh. met mijn optredens. Vooral ook hier in Suriname. Uh-huh. Ik heb een heel grote waardering voor gehad. Uh-huh. En ja. Nog iets dat waarvan is... je kan zeggen van, nou maar dat had liever niet moeten gebeuren of ja, dat wil ik een beetje veranderd zien. Of als ik het kon veranderen, had ik dat veranderd. Ja, mijn dieptepunt, het is, kijk, ik had ook een kans ooit gehad om naar India te gaan. En ik kreeg, hebt hem gewoon laten gaan of wat is dan toen gebeurd? Ja, ik was nog vrij jong, dus ik had het eigenlijk aan mijn broer overgelaten. Mm-hmm. Jalil, de bandleider van de Juniors, ja. Toentertijd. En ja, zodoende, want hij schreef terug omdat ik een beetje te druk heb hier, weet je, in Nederland, in Suriname. En toen heeft hij het maar laten gaan. Heeft hem laten gaan. Ja, ik vind het ook. Zo. En dat is mijn dieptepunt. Echt, ja, ik bedoel, als je zo'n kans kon krijgen, moest je het gewoon doen. Was dan ook natuurlijk een bekendheid voor Suriname. Inderdaad. Want ja. Je bent sowieso geboren in Suriname. Klopt. En bekend als een Surinaamse Hindustan. Ik bedoel, het is een droom als je in India... Ja, als je dat kan doen. Maar Klopt. Heb je nu weer eens geprobeerd dat je misschien bent geweest naar India en dan... een beetje bent gaan lobbyen? Nee, daarna heb ik niet meer. Echt niet meer gedaan? Ik dacht gedaan. Van, laat achter me uit achterwege. Ja, wat komt. Ja. Is wel best wel... Zonde. Verschrikkelijk. Ja. En ja, dat is echt de dieptepunt voor mij. Ja. Dus dat zou ik echt wel ook zien als een dieptepunt, hoor. Als, als ik dat krijg en dat ik het maar niet doe. Precies, ja. En een beetje over je favoriete muziekstijl. Wat is je favoriete muziekstijl? Je favoriete zanger? Wat zing je graag? Jij bent een allrounder. Je zingt van chutney tot soul, bobbling, alles. Ja. Je bent ook Engelstalig. Je zingt ook Engelstalig zo ja, af en toe. Engelstalig, ja. Ik heb ook een paar nummers ook gezongen. Waaronder natuurlijk The King of Pop, Michael Jackson. Ja. Heb ik ooit ook gezongen, ook in Suriname. Mm-hmm. Vond het heel leuk. Mm-hmm. Dus je zingt je favoriete zangers zijn, je hebt al gezegd, Michael Jackson. Michael Jackson en natuurlijk onze de gurus vanuit India, mm-hmm. Lata, mm-hmm. Ravi, Kishore. En je favoriete muziekstijl? Je zingt van alles, maar als iemand je zegt van, weet je wat, jij zegt van, ik vind me toch wel beter of lekkerder voel ik me als ik een soul zing of als ik een chutney zing. Ja, dus wat is jouw stijl eigenlijk? Mijn stijl is eigenlijk liever de sentimenteel, mm-hmm. echt relax, met echt soul-nummers. Mm-hmm. Met dat ben ik eigenlijk mee begonnen. Ja, daarmee ben je begonnen. Ja. Er zijn ook heel wat candlelights van je uitgekomen. Met hele leuke oude nummers. Ja. Komt er ook wat daarvan? Wat nog meer candlelights? Ja, er komen sowieso nog meer candlelights. Ja. Oké, dus we kijken van, naar uit. Van Angel Promotion. We kijken vooral uit naar je eigen producties. Ja, dat vooral. Nou, Umar, heb je misschien nog wat toe te voegen? Ja. Iets dat je misschien aan je fans wilt zeggen? Een boodschap?
Ja, sowieso mensen. Ik ben heel dankbaar natuurlijk voor jullie steun en liefde. En het is echt een waardering. En natuurlijk hoop dat ik natuurlijk zo door blijf kan gaan. Oké, nou, dankjewel dat je er was. En misschien denken jullie van, ja, ze hebben beide geel aan, maar we hadden helemaal geen afspraak gemaakt. Toevallig. Toevallig ook, ja. Nou, bedankt, Omer, bedankt. En natuurlijk heel veel succes verder in je carrière. Ja. In je verdere carrière. En doe het maar niet dat je zegt van, je komt rustig aan. Kom gewoon weer. Kom weer keihard elk jaar aan. Keihard, okay. Elk jaar aan. En jij mag dan afsluiten met een nummertje. Zo, met een nummertje. Ja, je mag een nummertje voor ons zingen. Nou, momenteel... heb na zo'n lange tijd weer een mooie solo dat ik heb gehoord. Ook van een nieuwe film. Special 26 heet het film. Zal ik even een... Ja, doe maar. Een klein stukje zingen. Mujh mein tu, tu hi tu basa, naino mein, jaise khab sa. जो तू ना हो तो पानी पानी नैना जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना तुझी से मुझे सब अता मुझ में तू तू ही तू बसा नैनों में जैसे ख्वाब सा लव यू. Nou, bedankt. Dat was dan Omer Wagidoussein in onze uitzending van Born to be a Star vandaag. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het willen kijken. En natuurlijk voor alle feedback, reacties, telefoontjes, sms'jes en ook e-mailberichten voor alle feedback van jullie allemaal en natuurlijk de vragen. Blijf natuurlijk altijd sms'en of e-mailen wie jullie ook willen zien. We hebben een aantal gehad en we beloven u, de afspraken zijn al gemaakt. Ze komen ook binnenkort in onze uitzending. Ik zou zeggen bedankt voor het willen kijken. Like onze Facebookpagina en natuurlijk voor info, reacties altijd 86 23 642 zijn we daarop te bereiken. Bedankt voor het willen kijken. Ik groet natuurlijk mede namens mijn camerajongens Ajay en Vijay Rambali. Ik ben Ashna Changur.